Ja, ik ga het toch weer hoog. 2, 4, 6. Jammer. Het is een fanatieke speler, de nummer 4 op de kandidatenlijst van de SGP in Oud-Beijerland. 38. Duidelijke bewegwijzering naar parkeerplaatsen in het centrum. Je hebt de weg gevonden, ga door naar 42. Kijk, dat schiet lekker op. Hoe val je nog op in verkiezingstijd? Er wordt gestrooid met condooms en op billen geslagen. Dus komen de staatkundige gereformeerden met een bordspel. Helemaal SGP. Nou, als ik het kan spelen, kunnen er een heleboel het. Het is leuk. De ene keer duurt het maar 10 minuten, de andere keer ben je zo een half uur bezig. Want dan mag je weer in de put of terug. Leuk, vooral ook met kinderen om het te doen. De spelvragen zijn rechtstreeks ontleend aan het verkiezingsprogramma van de SGP. Zondagsrust voor alle inwoners, dus sla een beurt over. Gezamenlijke inzet voor zorg en welzijn, sla opnieuw een beurt over. Wie goed doet, wordt hier gestraft in dit spel. Ja, er zijn er een aantal bij die je inderdaad zo kan uitleggen. Maar het gaat natuurlijk wel om de inhoud van het verkiezingsprogramma. En dat zit in een spelelement, dus op zich is dat niet zo erg. Het spel is in ieder geval spannend genoeg. De spelers laten zich leiden door de dobbelsteen. Is dat wel in overeenstemming met de schrift? Het dobbelen is toch taboe in protestantse kring? Ja, dat is al wel vrij lang geleden, denk ik. De gezelschapsspellen worden graag gespeeld en dat is geen enkel probleem. Wanneer het bordspel aanslaat, wil de SGP het na verkiezingstijd in een niet-politieke variant uitbrengen. Volledig gericht op Oud-Beijerland. Maar eerst nog een aantal raadzetels veroveren. En wie is er hier trouwens aan de winnende hand? Ik zou het niet meer weten. Weghalen natuurlijk. Spannend hè, dat SGP-bordspel.